Welkom bij Surf Sounds, een podcastserie van Surf. We zijn vandaag bij de Surf Onderwijsdagen 2022, het onderwijs en ICT event van het jaar voor MBO, HBO en WO. We zijn vandaag bijeen in congrescentrum 1931 in Den Bosch. En Leuk dat je luistert. Mijn naam is Filip Stijn. Ik werk als relatiemanager bij het versnellingsplan onderwijs innovatie met ICT namens Surf. Thema van dit jaar van de onderwijsdagen is daadkracht. We leven in een periode waarin het maken van daadkrachtige keuzes gewenst is. Zo ook in de digitale leeromgeving, waar zowel technologische als onderwijskundige ontwikkelingen vragen om een herijking van de visie daarop. Welke trends en ontwikkelingen komen op ons af? Hoe geven we daar uitvoering op? En welke uitdagingen en bedreigingen zien we en hoe schatten we die in? Hierover gaan we in gesprek met Nico Juist, expert op het gebied van informatievoorziening, regievoering, visie op de digitale leeromgeving en alles wat hier verder bij komt kijken. Nico, welkom. Dankjewel, Filip. Uh, Leuk om hier vandaag uh, met jou aan tafel te zitten... in deze prachtige zaal trouwens waar we bijeen zijn. Uh, Nico, je hebt echt wel jouw stempel gedrukt uh, in het hoger onderwijs. Hè? Je bent ja, nou, ja. <laughs> wellicht het meest bekend ook wel van de burgmetafoor. Uh, ja, die, die, uh, die, die draag ik met me mee, ja, inderdaad. Kan je, kan je daar wat meer over vertellen? Wat is de burgtmetafoor voor... Ja. Uh, de burgmetafoor is uh, terechtgekomen in uh, dit boekje. Dat staat aan het begin van uh, eigenlijk het project waar ik Welk boekje uh, zo, is dat voor de laatste jaar, jaar, uh, aangewerkt heb? Dat heet Ontwikkelingen in de digitale leer- en werkomgeving van het hoger onderwijs. En dat komt uit 2012. En er hoorde ook een potloodje bij. En in dat potloodje kon je aantekeningen maken, dat is heel old school. Maar er stond wel een uh, URL op die verwees naar een app. En dat was toen heel modern. Uh, maar de, in dat boekje is de burgmetafoor uh, terechtgekomen. En die burgmetafoor die had ik bedacht voor de Hogeschool Leiden. En als je die burgmetafoor in publicaties van, uh, van Surf tegenkomt, dan zie je ook dat het een vijfhoek is. En dat stond voor de vijf uh, faculteiten van de Hogeschool. En ik ontdekte toen ik daar werkte als informatiemanager, dat eigenlijk die domeinen, die, die faculteiten met hun beroepsdomeinen zo apart wa uh, waren van elkaar, dat je daar eigenlijk aparte leeromgevingen voor nodig had. Je moest er voor kunnen faciliteren het eigenen van zo'n faculteit. En waar werkte jij bij de hogeschool Leiden? Ik, 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 le ik werkte uh, centraal dan bij het clubje uh, onderwijskwaliteit en research en ik was daar... Met een paar collega's verantwoordelijk voor het informatiemanagement. En wij moesten dus de, de, de vraag vanuit die faculteiten kunnen faciliteren. En het idee was dat er één omgeving zou zijn waar iedereen tevreden mee was, dat bleek in de praktijk helemaal niet te werken. En dat is ook helemaal niet zo gek, want je had bijvoorbeeld uh, management en bedrijf, en die konden best uit de voeten met. Uh, ...met uh, uh, Office-applicaties, met, met uh, Office 365 waar we toen mee experimenteren. Maar de, de PABO helemaal niet. Die werkte met iPads en die waren met Google Classroom bezig. En uh, de, de domeinen ICT, ja, die bouwden hun eigen omgevingen. Dus hoe verschillend kon je het hebben binnen zo'n hogeschool? Maar wat we wilden, was dat juist de kern van het verhaal, hè, de alle back-office-systemen, je CIS, je roosterapplicatie, je CRM, je HRM... dat dat gestandardiseerd en uniform was. En dat werd de burcht. En daar werd de informatie in geborgd. En hoe kwam jij op het idee van de burcht? Ik kom uit Leiden, ik weet dat je daar de burcht hebt. Daar een je bord, maar ik, ik ben historicus <laughs> ooit geweest en slecht terechtgekomen in de ICT... Uh, met een heleboel anderen in die tijd, uh, jaren, jaren tachtig was dat... Uh, maar het, een maar het idee van een, een, een stad, een open stad waarin het werk gebeurt, waar de ambachtlieden werken en de kooplieden, dat was eigenlijk mijn idee van de campus. En de regie werd gevoerd hè, de, door, door, door de graaf in de middeleeuwen, die zorgde voor de rechtspraak en de orde. En dat was eigenlijk dat borg. Maar het ging ook vooral dat informatie geborgd moest worden. De kern van het verhaal, je, de regie op je. Eigen data die moest geborgd worden in een borg. Uh, en zo kwam dat. En dan heb je natuurlijk ook nog het platteland. Nou ja, iedere actor in het hoger onderwijs heeft natuurlijk ook een burgerlijk bestaan. En heeft daar zijn eigen omgeving, zijn Dropbox en zijn WhatsApp. En dat burgmodel, zo'n heel simpel model, het is eigenlijk een metafoor natuurlijk. Dat maakte dat gesprek daar heel goed over mogelijk. En dat kwam dus in het boekje van Het, het gesprek binnen de instellingen? Binnen de instellingen over hoe organiseren we nu die digitale leeromgeving? Het staat op één pagina in dit boekje, maar het burgmodel is dus een huidige uitgepikt welk boekje Was het ook alweer? Ja, de ontwikkelingen in de digitale leer- en werkomgeving het hoger onderwijs. Hartstikke 2012, mooi. Ja. mooi. En daar zijn we dus op doorgaan borduren bij Surf. En Nico, uh, dank voor deze mooie uitleg. Je bent ook, uh, hebt ook veel gewerkt voor Surf. Uh, ja. Kan je daar wat meer over vertellen? Uh, hoe ben je betrokken? Uh, ja, geraakt bij zorg, Ja, dat, dat is eigenlijk gebeurd na de, de fusie waarin de Hogeschool uh, Holland ontstond, en toen werden de SIGS opgericht. En de eerste SIG was uh, Webstroom, en dat heet tegenwoordig, als ik het goed heb, uh, Media and Education. En er was ook een Zicht, dat was de Sakai-Zicht. Dat waren de Universiteit Twente en, en uh, de Universiteit van Amsterdam. waren met de leeromgeving Sakai uh, bezig. Welk jaar hebben we het over eigenlijk, Nico? Uh, dat moet zijn geweest. Als historicus uh, zijnde. Uh, 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 na het uh. begin, uh, net na de Eeuwische Links. laten we het daar maar op houden. Hmm. En uh, de hogeschool in Holland, waar ik toen werkte. En Wageningen Universiteit en uh, Fontes Hogeschool, die waren met. Uh, met uh, SharePoint, SharePoint 2003 bezig. En die hadden eigenlijk ook behoefte om met elkaar uit te wisselen. En dus werd daar een zicht voor opgericht. En toen de Hogeschool van Amsterdam zich aansloot, werd dat de DWO zich. En ik, ik werd daar voorzitter van. En Hoe vanuit lang heb je die rol. Die rol, gehad? Uh, die rol heb ik lang gehad. En vanuit die rol kwam ik dus in allerlei uh, projecten terecht. Is er één project wat eruit sprong? Uh, nou ja, dit, 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 dit boekje schrijven was heel leuk, maar eigenlijk alles wat daarna kwam. Ik heb met, met Lianne van Elk heel veel uh, gewerkt aan de, aan de visievorming uh, rond de DLO en de DLWO en alles wat erbij komt kijken. En uh, ja, dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Hey Nico, je bent inmiddels met, uh, met pensioen, hè? Ja. Uh, maar we willen jou wel inderdaad nog een laatste keer in het zonnetje zetten. Ah, dat vind uh, ik heel als fijn, dank als voor jouw tomeloze inzet en energie voor het onderwijs. En we wil het ook met jou hebben over uh, de publicatie die jij ook nog hebt uh, opgesteld. Ja. Herijking uh, van de visie op ja. de digitale leer- en werkomgeving. Ja, dat klopt. Ja, die visie, die, 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 ik, ik heb net gezegd, hè, we hebben zo'n tien jaar daarop voortgeborduurd. En dat was het idee, dat was heel belangrijk. Men, men werkte vanuit het idee van een leeromgeving, dat is één applicatie, en uh, daarmee uh, is, is het wel, wel af. En toen is er een rapport verschenen van de Wetenschappelijk-Technische Raad. Uh, zo in 2009, 2010 was dat. En die zeiden van ja, maar het gaat niet zo hard met het didacti didactisch gebruik van die ICT. He, we spreken dus ook over ruim tien jaar geleden. Er mag meer aandacht voor komen. De, nou, nee, men zei je zou je aandacht eer eerst moeten richten op de organisatorische kant. Zorg nou dat die, die, die onderwijslogistiek uh, goed werkt en kantel dus dat perspectief. En vanuit de zicht waar ik toen bij betrokken was, was dat voor ons eigenlijk wel ja, iets aparts. Want we waren heel erg gefocust op het onderwijs. Uh, en dat is eigenlijk wel een insteek geworden. Want die wetenschappelijke te uh, technische raad die zei van ja, het is eigenlijk een geheel van systemen waar je mee gaat werken. Het is niet één applicatie. En daar zijn we eigenlijk op voort gaan borduren. door te zeggen van die, die, die leeromgeving, die bestaat uit allerlei losse componenten. En als je die losse componenten beschrijft, dan kan je ook gaan beschrijven welke informatie daartussendoor uitgewisseld moet worden. En dat werd dus die componentenvisie van, van, uh, van SURF. En, daar is, dat, en dat is eigenlijk wel ontwarmd. Dat is dus niet iets nieuws wat bedacht werd, maar het is eigenlijk een feitelijke beschrijving van hoe, hoe zo'n campus, zo'n digitale campus, eruit ziet op de instellingen voor. Hoger onderwijs, het geldt ook voor de En een andere landen. benadering dan voorheen? Het was eigenlijk... alleen een andere benadering. En, uh, en dat is wel een hele belangrijke geweest, omdat je dan ook ziet hoe complex die omgeving daarmee wordt, maar ook hoe belangrijk het is om hem, om hem goed in te richten. En je werkt dus met, met losse applicaties. Je hebt een LMS, maar je hebt ook een video-platform, uh, uh, video je hebt uh, een, een, een studentinformatiesysteem. Uh, en uh, je hebt je tooling om bijvoorbeeld te, te beoordelen, om digitale toetsen uit te voeren. Het zijn allemaal losse applicaties. En de uitdaging werd tweeledig. In eerste instantie hebben we veel werk uh, gemaakt van het technisch aan elkaar knopen van die applicaties. Daar hebben we ook challenge days voor georganiseerd samen met, uh, met uh, leveranciers. Van ga nou kijken of jou, jouw. Applicatie ook past in zo'n uh, digitale leeromgeving? Laten we even, even teruggaan naar de publicatie die jullie ja. hebben uh, opgesteld, waar jij eigenlijk de hoofdsamensteller ja. van bent. Uh, waarom is het zo belangrijk om die digitale leeromgeving continu te herijken en de visie daarop te blijven aanpassen? Jullie doen nou, ook denk, het in de publicatie. Ik denk om... dat die herijking wel een eenmalige exercitie was. Okay, okay. Ja. Maar we, we, we wilden gewoon na tien jaar eens even terugkijken. Van, klopt dat nog? En we zijn eruit gekomen dat het eigenlijk nog wel klopt dat we nog steeds met een conglomeraat van applicaties te maken hebben. De componentenvisie, De componentenvisie, daarin. maar we wilden eigenlijk wat verder uitzoomen. En in deze publicatie hebben we dus zo'n 28 verschillende facetten beschreven, die allemaal impact gaan hebben op die digitale leeromgeving van de komende jaren. En dat hebben we. Wat ja. zijn een aantal van die facetten dan? Uh, nou ja, ik Bijvoorbeeld, we niet spreken, maar een drietal, viertal. Uh, 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 wat, ik, wat ik heel interessant vond, is, is bijvoorbeeld dat ook de fysieke leeromgeving doorspekt raakt met ICT. He, dat we nu learning spaces aan het inrichten zijn, makerspaces, dat het gebouw smart wordt, dat je heatmaps kan maken van hoe, hoe de bezetting eruit ziet. Dus die digitale leeromgeving en die fysieke leeromgeving die gaan steeds meer in elkaar grijpen. Nou ja, wat je natuurlijk nu ook ziet, uh, uh, artificial intelligence, uh, uh, VR, hoe dat zijn plek gaat vinden in het, in het onderwijs, dat is natuurlijk su super interessant. Uh, maar ook allerlei huidige trends. Hè. Ik, 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 ik noem dat de, de revival van blended learning. Uh, Lianne zit hier in de zaal en die heeft, uh, ik denk tien jaar geleden... ooit eens een, een stuk geschreven over blended learning. En nu zie ik dat plotseling het hele begrip heel actueel wordt... maar dat het ook echt die didactische uh, lading er nu bij gekregen heeft. Nou, dat zijn allemaal hele in, interessante ontwikkelingen. Uh, in, in, in die... die... Complexiteit. Hoe kan je daarin navigeren? Hoe kan je daar regie opnemen? Wat, wat wil je ook meegeven aan andere mensen binnen instellingen? Gegeven al jouw ervaringen binnen de hogeschoolleider, je werkzaamheden bij SURF. Nou, ik denk, en dat heeft het Burgmodel wel teweeggebracht, gebracht, maar ik denk ook nee, zo'n werkvorm die we bij deze publicatie hebben gevoegd, je moet het gesprek aangaan binnen je instelling met alle actoren die daarmee uh, bezig zijn en je moet je voorbereiden op wat er op je afkomt. Dat moet je niet door laten verrassen. Dus wat we nu gedaan hebben is gewoon 28 dingen beschreven die iedereen wel zal herkennen, maar steeds met de vraag van wat voor impact gaat dat hebben op onze leeromgeving en hoe moeten we daarop op, uh, acteren. En dat is natuurlijk ook wat ik het leuke heb gevonden van mijn werk voor, voor Surf: dat je voortdurend mensen bij elkaar brengt, over de instellingen heen, maar ook in je eigen instellingen. En dat je het gesprek moet aangaan om met die leeromgeving te blijven stoeien. Want een van de dingen die we er ook uitgehaald hebben is van uh, het, het vereist gewoon uh, continue uh, aandacht, uh, regie. En hoe, hoe je dat gaat organiseren. En dat, dat is, is jouw gouden tip, inderdaad, om dat continu op de agenda te blijven uh, houden: dat het nou ja, onderwerp van gesprek is, toch? Ik, ik denk dat als we een, een aantal jaren geleden uh, uh, zagen: we van oké, okay, we moeten een aanbesteding doen, er komt een nieuw LMS, oké, okay, we, we vliegen dat projectmatig uh, aan, uh, het is uh, geïmplementeerd, we zijn klaar. En dat het besef ontstaan is, en uh, dat zag ik het eerst bij uh, de Universiteit van Amsterdam... en de Hogeschool van Amsterdam, dat mensen zeggen van... ja, we hebben dat project nu gedaan, hè, we hebben een nieuwe leeromgeving geïmplementeerd... maar wat we daarin geleerd hebben, dat moeten we eigenlijk continueren. We moeten daar een, een regiegroep opzetten. We moeten daar in, in kaders brengen van hoe we in de toekomst daarmee verder gaan. En dat vereist budget en dat vereist bemensing, maar die leeromgeving wordt zo belangrijk dat je gewoon daar ook bemensing op moet zetten. En dat is een van die, van die eye-openers van we gaan nu naar een continue doorontwikkeling van de, van de leeromgeving. En dat staat niet stil. Het onderwijs verandert, dat willen we ook. Uh, de techniek die, die staat geen dag stil. En er komen allemaal uitdagingen op ons af. He, we hebben ook vier, vier gevaren beschreven in, het, uh, in de publicaties. wat Kan je er maar een paar, van, kan je er een paar van noemen? Die uitdagingen die er op ons afkomen, waar we ons op moeten voorbereiden. Ja, uh, uh, het ene uh, wat, ik, wat ik altijd zeg: van ja, goed, uh, uitfaceren wordt net zo belangrijk als implementeren. Dat vond ik wel een hele ja. belangrijke Dat is natuurlijk ook een gevaar, hè, die hele legacy, die je in die systemen met je meesleept en dat je toch voortdurend moet vernieuwen. Uh, regie op data houden, regie op functionaliteit heel goed uh, uh, bepalen. En ja, natuurlijk de dreiging van, van uh, cybercrime en dat soort dingen, dat, is, dat zijn natuurlijk dingen die, die, uh, die bedreigen uh, je, je flexibiliteit en je, en je openheid van je omgeving. En uh, dat vereist allemaal aandacht. Jij noemt ook in de publicatie, um, als we het hebben over de continue doorontwikkeling van de digitale omgeving zeg je... Hoger onderwijsinstellingen organiseren zich steeds meer als professionele IT-bedrijven. Nou, dat triggerde ja. mij, bij mij wel. Wat, ja, hij... uh, wat betekent dit en wat bedoel je daar eigenlijk uh, precies? Ja, hij mee? was eerst, eerst sterker, hij is wat afgezwakt. Eh, maar we hebben eerst gezegd: van... Een, een instelling voor hoger onderwijs is een ICT-bedrijf dat aan onderwijs doet. Uh, en dat is wel een hele omkering van je idee van wat onderwijs is, maar dat zet wel. Het belang van die digitale omgeving echt heel scherp neer. Het wordt zo belangrijk om ICT in alle hoeken en gaten van die hogeschool of die universiteit goed uh, te organiseren, dat je daar eigenlijk een ICT-instelling uh, voor moet hebben. En dat het ook allerlei impact heeft op hoe je je, ja, je perso personeelsbestand gaat, gaat inrichten. En hoe je je functioneel beheerders waardeert en je, en je techneuten. Maar uh, dat is dus een, een, een uitdagende stelling: van we moeten heel anders gaan kijken hoe we met ICT in het onderwijs uh, omgaan. En wat zijn een aantal stappen die dan instellingen zouden kunnen of moeten ondernemen, om die ja. stap dan te gaan zetten? Nou, het leuke is, en dat is een van de, van de effecten van die coronacrisis, wat ik zo hè, op afstand zo'n beetje mee heb gekregen. Is maar dat juist in die hectiek van uh, dat eerste coronajaar, dat allerlei ondersteuners elkaar. Veel beter wisten te vinden, omdat er een aantal uitdagingen te, te doen waren. We moesten in, in een weekend bijvoorbeeld Zoom of, of Teams operationeel hebben. Dat kon in die tijd, omdat we die hele slag naar de, de cloud gemaakt hebben. Dus men kon heel snel opschalen, maar men wist elkaar ook te vinden. En het belang van ondersteuners, didactici, instruct instructional designers. Uh, om die mensen bij elkaar te brengen. En dat is weer, hè, om weer het gesprek ook met elkaar aan te gaan. Dat is ontzettend belangrijk binnen een instelling. Om juist die slag naar die ICT goed, uh, goed te kunnen maken. Hey, je hebt ook gewerkt bij um, in Holland. Hè? Dat is natuurlijk een wat grotere ja. uh, instelling dan de Hogeschool Leiden. Is het dan ook makkelijker binnen een kleinere instelling... om, om mensen bij elkaar te, te ja. krijgen? En omdat je misschien één campus hebt, één locatie, ja, ik vond, kijk je daarnaar? Uh, ik vond dus, ik, ik heb op... op Instellingsniveau gewerkt bij de hogeschool in Holland. Daar heb je een hele grote groep mensen die met dit soort uitdagingen bezig zijn. Het leuke van een hogeschool als de hogeschool Leiden, ik noemde dat altijd: dat is de grootste hogeschool van de kleintjes. Dat is wel heel fijn dat je in één gebouw hebt en dat je mensen met direct eventjes kan opzoeken. Maar ook bij in Holland gebeurden gewoon super interessante dingen. En, uh, ja, alleen je had verschillende locaties waar je mee te maken had. Heb je nog tips voor mensen die op een grote, grotere instelling. die wellicht verspreid is door, door het land. of een aantal provincies? Nou uh, ja, ja, goed, dat hebben we natuurlijk ook geleerd uh, in, in de coronatijd. Uh, je hebt die fysieke omgeving natuurlijk maar deels nodig. Dus je kan elkaar uh, digitaal ook heel makkelijk vinden tegenwoordig. Als we het hebben over de, de continue doorontwikkeling, um, wat is essentieel uh, hierin en hoe kan je dat ook dus organiseren? Um, je ja, nou, hebt het al een beetje aangestipt ook. Ja, he, dat maar... vind ik wel heel jammer. Uh... Dat boekje... Toen ik aan het, met het boekje bezig was... samen met, met, met Sam Stuiver... hebben we daar uh, lekker over gebrainstormd... waren twee collega's van mij... Uh, Herman van Domseler en Monika van Dikshorn... bezig met een raamwerkregie. En dat is eigenlijk het laatste hoofdstuk... wat niet meegekomen is in de publicatie. Maar dat beschrijft juist hoe je... Die continue doorontwikkeling kan organiseren binnen je, je hogeschool. We hebben er ook een, een leergang over uh, gehouden. En dat, dat is gewoon ja, het is een handvat van hoe ga je het nu organiseren? Want het gaat niet vanzelf. Je moet natuurlijk mensen ja, bij elkaar brengen en uh, zorgen dat de organisatie daaromheen uh, klopt. Mooi. Uh, je noemt ook in de publicatie het sourcing trilemma. Ja. Uh, daarin komen ook verschillende aspecten samen. Uh, het gaat dan onder meer over, nou ja, de naam zegt het al, de sourcing, maar ook cybercrime, uh, cybercrime moet ik zeggen, en de afhankelijkheid van Big Five. Ja, dat dat zijn je... grote, vraagstukken, grote, grote vraagstukken. Dat speelt natuurlijk heel erg. Hè, ja, wat staat, er op het, wat staat er op het spel, Nico? Nou ja, een trilemma is natuurlijk ontzettend lastig. Wat is een trilemma? Misschien moeten we daar even beginnen eigenlijk. Ja, het zijn, het zijn drie. ...tegengestelde lemma's. Ik heb dus gewoon gezegd de, de hele beweging naar de cloud, uh, cybercrime en uh, ja die kritische houding die nu ontstaat ten opzichte van de big five bijvoorbeeld. En dat zijn dingen, je gaat naar de cloud, je gaat die beweging naar de cloud maken en het hoger onderwijs heeft dat gedaan. Nou ja, ook weer zo'n uh, acht jaar geleden van uh, de cloud tenzij. En die tenzij, die was uh, niet echt heel goed uh, omschreven. Uh, maar die, ja, die, die gaan is, we nu steeds meer zien. Die, 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 die was grijs. Uh. <laughs> ja, die was grijs. Maar bijvoorbeeld door die beweging naar de cloud hebben we dus een heleboel ja, technische aspecten uh, ons laten ontzorgen door grote partijen, door de cloudpartijen. Uh, dus dat, dat heeft, dat heeft hè, het beheer, maar ook de beveiliging Een uh, Google of een, uh, Microsoft besteden ja, echt heel veel geld aan de beveiliging en dat verwachten we ook van ze. Tegelijk, tegelijkertijd hebben we allemaal nu de ervaring gehad van ja, ook, ook hoog, uh, instellingen voor hoger onderwijs zijn kwetsbaar voor, uh, voor cybercrime, uh, Trojan uh, horses en dat soort dingen. Uh, en, en die uh, laatste poot van, ja, we gaan nu eigenlijk ook wel heel kritisch kijken naar die uh, grote uh, techpartijen. En dat trilemma is dus heel lastig oplosbaar. En we kunnen zeggen, ja, we gaan alles zelf doen. Ja, dat is ook niet reëel. Of we gaan afspraken maken met de... Uh, maar je de hebt de wel bevraag. nagedacht over scenario's we hebben, inderdaad, we hebben in, een aantal scenario's. je in de noemt. Ja, we ja. hebben een paar uh, scenario's aange, uh, we uitgewerkt. Kun je er even toelichten nou ja goed, je, wat, wat vaak al gezegd wordt van uh, we moeten veel meer zelf doen, dat is één scenario hè, en dat hebben we ook geprobeerd. Als, hè, kunnen we een soort landelijke digitale leer- en werkomgeving maken? Nou, er zitten allerlei lastige zaken aan. Je kan proberen op Europees niveau uh, hele harde afspraken te maken met de... Uh, met de Big Five. Um, dus Europese of, Commissie. En je moet je natuurlijk heel goed bezighouden met, uh, met al die uh, cybercrime. Nou ja, daar speelt uh, SURF ook een hele belangrijke uh, rol in. Dus die drie poten zijn gewoon actueel. En uh, ja, daar, kan je, daar kan je wat mee. Waar zou jij je, je geld mee. op inzetten? Nou, ik denk wat ik heel graag uit elkaar zou willen halen. is de, de regie of functionaliteit. En welke functionaliteit functionaliteit die je nodig hebt kan je afnemen van grote partijen en hoe ga je met je data om en ik heb al heel vaak gezegd van we zouden eigenlijk wel die die de belangrijke data die wij dus voor onze verantwoording en voor onze organisatie maar ook natuurlijk door alle onderzoeksdata die zouden we echt heel goed moeten uh, ja. borgen weer Daar heb je weer de borg en dat zou je ook uh, landelijk kunnen doen en dat is misschien een onderdeel wat je wel centraal en zelf meer zou kunnen doen. Terwijl je die functionaliteit wel afneemt. Omdat ik steeds merk dat er ook binnen zo'n instelling. een ontzettende behoefte is aan nieuwe functionaliteit. die men naar binnen wil halen. Ja, dat, dat geef je ook mooi weer, vind ik, in het uh, burgmodel: de, 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 de verschillen tussen uh, wat beheer je centraal. Ja. en welke ruimte bied je aan gebruikers. in het lokaal niveau. Op het zogeheten platteland om ook te innoveren ja. en nieuwe applicaties ja je, te passen. Ja, je, je, ziet, je hebt hier natuurlijk ook allemaal hè? onze start-ups, onze edtech bedrijven. Daar wil je de producten graag uh, van naar binnen halen. Ook bestaan daar steeds... daarvoor, ontvankelijk ook uh, zijn voor die nieuwe ja. innovatieve oplossingen die het onderwijs kunnen verbeteren. Ja, en de vraag is alleen wat kan je daarin aan als instelling? Ja. Qua licentiekosten, maar ook vooral qua functioneel beheer. En hoe ga spaketten? je dat organiseren? En wat trek je dus dan naar binnen in je stad, en dat moet dan natuurlijk ook weer praten met de burcht? En wat zeg je van nee, dat kan niet, dat is meer je eigen verantwoordelijkheid. En daarom heb je ook een, een soort opvoedende taak naar je studenten en naar je docenten om ja, goed om te gaan met, met de tooling, je eigen tooling waar je zelf verantwoordelijk voor bent, of de tooling die je als hogeschool organiseert. En die stad is dus een grens, hè? De, de muur van de stad is de grens. Tot zover heb je ook als instelling, ik noem dat dan de, de juridictie die je dan hebt, hè? De, de, binnen de, de, de grenzen van de stad. En die stad staat open, hè? de poort van de stad staat open, dus je kan naar binnen, maar dan moet je wel je credentials laten zien. Uh, en wat buiten de stad is, ja, daar kan je ook niet mee bemoeien, want je kan niet alles organiseren. Je kan niet alles uh, onder de. Uh, Onder je, je grip houden. Mooi. Ik denk uh, de tijd zit er, zit er alweer op. Uh, bedankt Nico, bedankt ook aan alle luisteraars. Als je vragen hebt of meer wil weten over deze podcast, kan je mailen naar uh, Surf. Uh, vergeet je natuurlijk niet te abonneren, zodat je geen aflevering mist. We zijn te vinden op het podcastkanaal Surf Sounds, uh, vindbaar via Spotify en uh, Soundcloud. Dankjewel Nico. Nou, dankjewel. Graag gedaan.